Het ministerie van Openbare Werken wil meer geld besparen door voertuigen zelf te repareren en te wassen. Ook wil de minister dat de departementsleiding met initiatieven komt om het beleid binnen het ministerie efficiënter te maken en te reorganiseren. Deze plannen deelde minister Riyad Noor Mohammed vandaag mee bij het start zijn voor de renovatie van een werkloods en de ingebruikname van een autowasserij op het directoraat aan de Duisburglaan. Elk groot project moet indienen. Ook de ontwikkeling hier Wereldbank was een voorstel van de directie. Als we hier een gebouw hebben, laten we uit die projectmiddelen in plaats van een gebouw buiten te gaan huren voor 2000, 10.000 dollar. Waarom kan het hier niet? Wat moet het probleem zijn? Wij moeten die lening aflossen. Niet Europa of Amerika was de leer. Wij gaan bepalen wat er gebeurt bij elke buitenlandse lening. Dat is ook beleid. Wij gaan richting geven en bepalen wat er met die middelen gebeurt. Kantoor moet hier komen. Moderne kantoor is een wat op stand zijn. Als het zover is dat een moderne kantoor hier wordt opgezet voor de PIU. En dat wordt na zoveel jaren dan overgenomen door OE. Zo moeten we denken. En jullie moeten me herinneren dat ik ook daarop dat beleid let. Goed, we geven stad zijn hier. Autowasplaats was ook een idee van jaren terug. Maar wie weet wat er daar zit. Bij de rondleiding hebben we gezien wat er allemaal daar was. Brand nieuwe zaken. De minister zei dat er ook een bijzonder grote verantwoordelijkheid nodig is van het personeel om het ministerie draaiende te blijven houden en te zorgen voor nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie. Directeur onderzoek en dienstverlening Sergio Cardoso zegt dat er nu een nieuw strategisch beleid wordt gevoerd. Technische directoraten zich bezig moeten houden met technische zaken en wij het faciliteren gaan spelen. Dat wil zeggen dat de technische directeuren zich niet meer bezig gaan houden met papier, pijn en benodigdheden om dat werk te doen. Wij gaan dan van nu uit alles gaan moeten coördineren, de voorbereidingen ervan en het kopen en het distribueren van naar de andere directoraten van OE. En ook hebben we ook toch wel een paar technische dingen zoals dan de meteorologische dienst en zo, maar zijn ook meer onderzoek gerelateerde onder directoraten en die krijgen ook weer een nieuwe facelift. Cardoso stelt dat het de bedoeling is minister Noor Mohammed te ontlasten van het technisch beleid en dat de technische afdelingen nog meer zichtbaar zullen worden bij de samenleving. De wasplaats aan de Duisburglaan zal nu volgens de directeur ook dienen als centrale wasplek voor alle overheidsvoertuigen.